Hilversum, hallo, daar zijn we weer. We zijn terug met het gesprek met de burgemeester. Burgemeester, goed dat u weer bent. Ik wil met u praten over de verkiezingen en uw rol erin. Maar laten we voor de verandering weer eens beginnen met Oost, want daar hebben we het bijna nooit over. Vorige week is er een auto, heeft de voorpui geramd van een thuismassage aan de Kleine Drift. En nu gronst het van de geruchten van of dat een doelbewuste wraakactie zou zijn van de hangjongeren richting de onderneemster. Is daar iets van waar? Ik zou het niet weten, dat onderzoekt de politie op dit moment. En daar ben ik in blijde afwachting van. Oké, maar u heeft geen contact opgenomen met de onderneemster. Bent u er langs geweest? Nee, ik nog niet, maar wel mijn mensen. Maar waarschijnlijk ga ik deze week even langs. Oké, maar het is een kleine drift. Het is toch redelijk explosief, zou ik willen zeggen. Zeker. Dat valt me ook helemaal niet. Nee. Maar ja, of er schuldigen zijn en wie het zijn, dat weet ik niet. Dat moeten we uitzoeken. Oké, dus u gaat deze week langs. Ja. Kijken wat er aan de hand is, wat er bij die mevrouw speelt. Nou, dat weet ik wel, maar eventjes aandacht geven. In de vorm van gewoon langskomen, aanhoren. Ja. Oké, nu we het toch over Oost hebben, want er is meer onvrede in Oost. De actie We Live Here Too is zaterdag gelanceerd. De aftrap was ervan. Het komt een beetje neer dat mensen zich niet echt gehoord voelen door het raadhuis, door politici. Het gaat veel over ze als er plannen zijn, maar niet met ze is hun stelling. Kunt u ze daar een beetje in vinden? Of? Nou, niet als het gaat om mijn eigen dossiers. Want ik ben de afgelopen 4 jaar eigenlijk vooral met Oost bezig geweest. Als het gaat om het Ooievaarsplein, daar begon het. Het gedonder en toen het J.P. Thijssenplein. Daar verlegde het zich naar. Nou, toen de Kleine Drift. Dus we hadden elk jaar wel weer een hoogte- of dieptepunt, net zoals u het wil noemen. Maar daar heb ik heel veel aandacht aan besteed, veel op bezoek geweest, veel met mensen daarover gesproken. We hebben er ook wat aan gedaan. Volgens mij is het nu al op de Kleine Drift, behalve dat incident van vorige week, is het echt vele, vele malen rustiger dan vorig jaar. Ook met de Ramadanperiode afgelopen jaar is het eigenlijk daar vrij rustig geweest. Dus in dat opzicht hebben we ook goed contact met de buurt. Maar verbaast u dan deze actie? Als het gaat om de veiligheid. Nou ja, we hebben natuurlijk als college veel aandacht aan het centrum besteed. Omdat dat een drama was. Nou, dat is nu iets minder een drama. Mm-hmm. Het is zelfs wel mooi geworden. Er moet nog eens wat gebeuren. Behalve de markt gebeurt er eigenlijk niks. Dat we een bierfestival hebben gehad. Ja. Maar ik zou wel vinden dat daar nog wel wat meer zou kunnen gebeuren. Nog bruisender. Ja, daar is het nou voor bedoeld. We hebben een prachtig plein liggen, maar we doen er eigenlijk zo weinig mee. Maar goed, dat is aan het nieuwe college om daar mede. En aan de bewoners natuurlijk ook, die daar wonen. Maar dat Oost is wel degelijk in mijn aandacht geweest. En dat zal het ook blijven, gezien de problematiek daar. Dus ik kan het verwijt, als het een verwijt zou zijn, kan ik me niet zo goed voorstellen. Nou, ik weet niet of het een verwijt is, maar het is meer een gevoel dat heerst, dat in de afgelopen jaren is opgebouwd. Nou, er is ook een hele hoop wantrouwen. Ik was zaterdag bij die aftrap. En als je dan ook hoort van ja, opeens stond bijna de voltallige politiek, of tenminste vertegenwoordigers van de politieke partijen stonden daar. En die zei, ja, we steunen jullie. Was op Oostpoortplein, hè? Ja, ik zag u voorbij lopen. Ik heb het gezien, want ik was even brood aan het halen bij mijn geliefde Matthijs daar, de bakker. Maar ja, daar stonden ook wel weer de usual suspects, hoor, vond ik. Daar was nou niet een massale oploop van honderden bewoners uit Oost die daar eens even de politiek ter verantwoording riepen. Nee, klopt. Daar waren het de bekende gezichten die ik ook allemaal ken. Ja, en dat wantrouwen dat zit in de genen van sommige mensen. En we hebben de afgelopen 4 jaar geprobeerd daar alles wat we hebben beloofd ook proberen waar te maken, dit college. Heel veel daarvan is gelukt. En het zit vaak op communicatie. Het is niet altijd zozeer dat de plannen verkeerd zijn, maar dat de manier waarop we daarover communiceren, dat blijft heel ingewikkeld. Dat is een vak en dat doe je de ene keer beter dan de andere keer. Daar weet u ook alles van. Nou ja, dat zal ook een volgend college achtervolgen, want communicatie is gewoon moeilijk. Maar wat maakt het zo lastig dan? Want het lijkt mij gewoon. Nou, dat je de volgende dingen, wanneer betrek je er iemand bij? Nu over die Koninginnenweg, waar we nou weer een besluit hebben moeten nemen om dat even on hold te zetten. Ja, dat maakt mensen ook wantrouwen. Wat gaan ze daarmee doen? Nou, daar gaan we met de buurt over praten, maar dat kan niet op elk moment van de. Hè, ik heb ook in mijn nieuwjaarstoespraak gezegd, het gaat erom dat we het goede gesprek op het goede moment met de goede mensen voeren. Nou, de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Ja, maar je zegt natuurlijk ook altijd. En je komt altijd tekort. Dat is ook wel een les die ik heb geleerd. Het is nooit genoeg eigenlijk. Dus je doet het niet gauw goed. Dus je moet het verdienen op dat product wat je maakt met elkaar.
Iedereen vindt de markt mooi, iedereen is tevreden dat de mout daar is gekomen, dat er een uitspanning is waar je een kopje koffie kan drinken en een biertje kan drinken. Nou, daar moet je je krediet vandaan halen. Okay. Over die communicatie gesproken, want het kan af en toe wel gewoon goed gaan. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe het bestemmingsplan van Lucentterrein bijvoorbeeld tot stand is gekomen, er zijn gewoon nul bezwaren ingediend, omdat het in het voortraject zo goed is gegaan. Dus het rare is, het kan dus wel. Anders hoeven, ook op prachtig werk. Ook zoiets. Ja, dus de ene keer heb je wat meer geluk dan de andere keer. Dat is ook een feit. Het is niet een kwestie van geluk. Nou ja, kijk, naarmate je natuurlijk zorgvuldig... Kijk, KRO-gebouw, daar hebben we toch ook weer een hoop... Dat hebben we ook voor de poorten van de hel moeten wegslepen. Dat is bij de KRO nou weer niet het goede voorbeeld. Goede beeldspraak. Maar na 15 jaar was het toch nog steeds heel ingewikkeld om het daar mooier te maken. Want vonden mensen toch nog weer niet dit en niet dat en niet zus en niet zo. Nou, ik weet zeker als het er straks staat... vindt iedereen het prachtig. En dan zeggen we, eindelijk is dat KRO-gebouw mooi, het is heel gebleven en daaromheen is een mooie omgeving gekomen. Nou, zo zitten we nog met allerlei icoongebouwen die we eigenlijk nog moeten opknappen. En wat we denk ik ook wel werkende weg steeds beter leren, en dat doen we natuurlijk ook met dat buurtprogramma wat we hebben, dat je de buurt mee moet nemen in je beslissingen. Dat is heel belangrijk. Hè? Of ze het nou altijd eens zijn met je, dat is dan een tweede, maar je moet ze wel vanaf het begin moet je ze meenemen. Dat is ook precies wat ze eigenlijk vragen, van neem ons mee, geef ons inspraak. Nou, dat is gelijk een... En dat missen ze toch nog te vaak? Ja, dat kan. Nou ja, ik weet niet of we zouden een lijstje moeten maken van de 10 of 20 of 30 projecten die we hebben gedaan. Waarvan er een paar gaan we door onze hoeven. Nou ja, dan doe je het de volgende keer weer beter. Ja, ik weet niet eens zozeer of het allemaal gestoeld is op feiten, maar ook vaak gewoon op onderbuikgevoel. En dan gaat het gewoon vaak een kleine dingetje, dat mensen een bijeenkomst bezoeken. En dan wordt er gezegd, je krijgt een terugkoppeling en die terugkoppeling komt er nooit. Ja, dat irriteert mij ook. Dus dat ben ik helemaal met ze eens. Als we iets beloven dat we dat doen en dat we dat niet doen. Als ik vind dat ik binnen een paar dagen iemand antwoord moet geven op een mail, dan wil ik dat ook binnen die paar dagen doen. Als dat dan niet lukt omdat het nog uitgezocht moet worden, dan irriteert me dat net zo. Dus daar hebben ze helemaal gelijk in. Nou ja, dat is een kwestie van toch precies zijn en je verantwoordelijk voelen. Een eigenaar van het probleem benoemen. Dat zijn ook allemaal van die dingen die allemaal makkelijk klinken, maar in de praktijk soms heel moeilijk zijn. Maar communicatie komt zeker terug in het volgende collegeplan. Nou, het valt zelfs onder mijn verantwoordelijkheid. Ja. Dus, maar dat kan wel een tandje bij, als ik het voorzichtig mag zeggen. Het kan altijd beter. Juist. U kent mijn slogan. Morgen kan het altijd beter. Yes. En zo is het ook. Misschien kan morgen dan ook de februaringsstakingsplakket, mooie strategie worden, of weet het, scrabble word. Nou, die kan zeker beter, ja. Ja, nou, daar wilde ik ook even heen, want ik wilde toch nog heel even terug daarheen, want er hingen plakketten. Dat bleek een soort van aanfluiting, zeg maar even in mij geworden. Die is inmiddels weggehaald door Stefan Breugel. Moet er snel iets nieuw komen? Moet. Wilt u daar snel iets nieuws? Het is mijn idee helemaal niet, die plakketten. Dat is een idee van de Antifascistenbond en van de FNV. Nou, wat ze nu daar neergehangen hebben, dat verdient geen schoonheidsprijs. Het is een rijksmonument, dus dan mogen wij daar ook nog even over gaan of dat wel kan of niet. Het kan lijken. Er is ook geen officiële vergunning nog aangevraagd. Er is een tijdelijke vergunning verleend. Nou, dat ding hing aan een roestige spijker. Dus de directeur van het museum, waar hij elke dag is, die heeft het eraf gehaald. Nou, dat lijkt me prima. En we moeten weer eens even in overleg met de familie om eens te kijken hoe we dat volgend jaar nou allemaal wat beter doen. Want het is natuurlijk niet goed gegaan dit jaar. Nee, dat is het understatement van 2008 niet tot nu toe, denk ik. Er was aardig wat gekibbel over. Ja, zonde. Dat had voor mij niet gehoeven, maar... je moet het wel eens zijn over het doel van zo'n herdenking. Ja. En met welke middelen je dat doet. Ik ben er niet geweest, zoals u weet, maar er stond ook een portret van de oud-hoofdredacteur van de Gooi-Neemlander, die 2 dagen daarvoor toevallig was overleden. Ja, daar gaat volgens mij die herdenking van de februaristaking niet over. Dus dat zijn van die dingen dat ik denk, ja jongens, beetje meer regie zou wel prettig zijn. Maar volgend jaar dan zelf of toch weer in samenwerking met? Nou, ik heb een brief aan de raad geschreven, zoals u weet. En daarin staat dat ik in overleg met de andere partijen die erbij betrokken zijn geweest tot nu toe, in overleg ga om te kijken hoe we dat volgend jaar anders kunnen doen. Maar als het niet kan in het samenwerkingsverband, ja, dan wordt het heel lastig. Maar het kan met of zonder de familie Graaf? Nou, de bond heeft zelf nu gezegd dat zij het heft in handen nemen, de Antifascistenbond, dat ze iemand anders gaan afvaardigen naar het comité van de herdenking voor februari in Hilversum. Dus dat lijkt me een kans.
Ja, u bent wel vaker met de heer Graaf geclashed. Ik herinner me nog een commissievergadering in januari. Ja. Toen ging het over iets heel anders. Maar goed, ja. Laten we een beetje to the point blijven. Laten we even naar de verkiezingen gaan. De laatste raadsvergadering is geweest. Is het dan nu een rustige periode? Is het, dat zou je hopen, maar we hadden vandaag nog weer college. En dan zat het nog weer vol, barstensvol met plannen die de eindstreep nog moeten halen. Dus tot nu toe is het eigenlijk nog wel druk, vind ik zelf. En ik ga naar veel debatten tot nu toe. En de komende week ook nog. Wat vindt u van de debatten eigenlijk? Nou, ik vind ze wel goed. Vooral die lokale debatten in de buurten vind ik leuk. Ik ben in de Meent geweest. Er was 80 mensen, veel mensen. Dus het begint een beetje op te lopen ook. We gaan deze week nog weer met ondernemers gaan ze in debat. Nou, lijkt me ook interessant. En ja, ik vind het eigenlijk wel een goede sfeer op dit moment. Okay. Dus we zullen zien waar het... Ik denk dat u wel bij de goeie ook bent geweest dan. Volgens mij bent u ook nog in Sint-Josef geweest, zeg ik even aan mijn hoofd. Ja, vond ik ook wel leuk. Was ook behoorlijk assertief. Mensen durfden goede vragen te stellen. En er kwamen serieuze antwoorden. Nou ja, daar gaat het om. Dat je weet wat je moet gaan doen als je straks voor het stemhokje staat. Gaat de gemeente dit nog evalueren, die wijkdebatten? Wordt het nog geëvalueerd? Ja, zeker. Maar ik ben tot nu toe heel positief daarover. Het is de eerste keer dat we het gedaan hebben. Ja, klopt. Ja, ik ben bij de eerste geweest en ik heb van anderen gehoord. Maar wat ik zelf heel vaak zie is dat je toch steeds dezelfde thema's ziet terugkeren. Ja, dat was in de Bethlehemkerk was een van de eerste, geloof ik. Daar waren 30 mensen, daar waren er 25 van bekend. En er waren 5 mensen, loslopende mensen. Ja, dat was een lopers die is net zo. De verhouding moet andersom. Ja. De meerderheid van de mensen moet gewoon eens even langskomen en denken, ik ben benieuwd. En de professionals onder de buurtbewoners, die moeten de minderheid zijn wat dat betreft. Het gaat nu even om die anonieme kiezer te informeren over wat de politiek wil met Hilversum de komende 4 jaar. Ja, waar ik dan ben geweest, die heb ik die niet zo heel veel gezien en gehoord. Het zat grotendeels vol met politici. Maar ik denk van die 6 die er zijn georganiseerd, dat er zo'n 4 wel redelijk, 3 van de 4, nou, dan zit je op 50-60%. Maar wat doet u eigenlijk in verkiezingstijd? Ik neem aan dat u gewoon aan het voorbereiden bent en zo. Hard werken. Ja, daar plaatsen mensen ook nog wel eens vraagtekens bij als ik al die social bagger mag geloven. Oh ja, dat moet je helemaal niet weten. Maar u bent er niet op de vingers getikt door de minister Ollongren, zoals uw Woerdense collega. Alles gaat goed. Waarom moet u, wat heeft ze gedaan met Woerden? Dat heb ik even gemist. Wat heeft hij voor een Die meneer wil hulp geven aan bepaalde... zeg maar wat kwetsbare groepen in het stemhokje. Oh. Als ik het eventjes goed vertel. Ik vind dat als iemand moeite heeft met lopen of zo, dan kunnen we diegene wel even ondersteunen. Maar je mag niet meekijken in het stemhokje. Dat staat in de wet. Maar dat gaat in heel snel vast goed. Yes. We hebben 43 stembureaus. Ja, is dat dan zonder of die bouwlocatie op de Jan Huygens of de Huygensstraat? Met 43 bereikbare stembureaus. Okay. En ik ga er een aantal bezoeken op de dag zelf. Dus, en nog diploma's uitreiken? Diploma's uitreiken aan jongeren die voor het eerst stemmen. Hartstikke leuk. Wat verwacht u eigenlijk van? Want als ik dan wel eens met politici praat en dan hoor ik van dat ze toch ook heel vaak horen krijgen dat ze het wel een beetje zat zijn en niet gaan stemmen. Nou, dat hoop ik nou niet, want dat was natuurlijk vorige keer al 4 jaar geleden een dieptepunt. Met maar 50% van de mensen die ging stemmen. Ja. Nou ja, dat hoop ik dus dat we dat hier ook onder andere met die stimulans van de stempas aan jongeren uit te reiken. Dat vooral de jongeren ook massaal komen stemmen. Zeker die de eerste keer het mogen doen. Een recht, gebruik maken van een recht. En verder, het hangt van het weer af, het hangt van allerlei factoren af. Dus we kunnen er niet zoveel van tevoren over zeggen. Maar ik hoop wel dat we de 60% halen bijvoorbeeld. Dat zou wel mooi zijn. Dan zitten we in ieder geval waarschijnlijk boven het landelijk gemiddelde. Denk ik wel. En verder zie je natuurlijk dat er zijn heel veel partijen, dat zie je overal. In Hilversum ook 10, maar er zijn ook steden of dorpen waar er 14 partijen meedoen. Voor minder aantal zetels, dus ja, het is wel dringen. Ik geloof in 2 dorpen verderop in Blaricum dat je 7 partijen hebt voor 13 zetels. Dus dat is wel leuk. Maar uw boodschap? Als we elkaar spreken, dan weten we het. Yes, maar uw boodschap aan de Hilversum? Stem. Stem, ga stemmen, 21. Ja. Nou, u hoort het wat u moet doen de 21ste. Ik dank u hartelijk voor het kijken en wij zien elkaar over enkele weken weer. Tot dan.